Ik ben Dave van de Dave Podcast. Ik ben benaderd door de heer Gerard van den Berg van de Doxe Club. En ik was direct geïnteresseerd omdat dit een heel groot bedrijf is geweest. Ik zeg geweest, omdat het nu niet meer bestaat. En er zijn zoveel artikelen erover geweest in de krant. Ik wil best wel weten waarom zo'n groot bedrijf op dit moment niet meer in Suriname opereert. Dus ik ga een beetje lastig vallen. Let's talk. Uit Paramaribo, Suriname. Dit is de Dave Podcast met Dave van Aarde. Gerard van den Berg, hoe gaat het met u? Goed, verbond, dat is het belangrijkste. Blij dat ik je eindelijk te pakken heb gekregen. Je bent niet meer in Suriname, helaas. Jij bent dus de eigenaar geweest van het bedrijf heette De Vliegende Eend eigenlijk, maar beter bekend als Doxe Club. Heb ik het is goed? Dat is correct. Ja, dat is correct. En als ik me niet heb vergist, waren jullie eigenlijk de grootste eigenlijk in de hele regio met Doxe? Of hoe zit dat precies? Vertel een beetje alsjeblieft over het bedrijf. Dat geloof ik wel. Doxe was een goed idee, moet ik zeggen. Ik weet toen ik in Suriname kwam in 2008. Als mensen een trouwerij hadden en ze zochten 20 Doxe, dan kon je er 3 daar halen en 2 daar. En dan ging je rondjes rijden en bordjes Doxe te kopen. Ja. Nou, dat gat hebben wij zeker opgevangen. Ik weet dat Roepram veel Doxe importeerde uit Frankrijk, Doxe vlees. En toen wij kwamen, was dat ook voorbij. Dus ze kocht hij het bij ons. Okay. Dus wij hebben wel een markt gepakt. Ja. Hoeveel Doxe hadden jullie ongeveer per keer? Het gaat per batch gaat het eigenlijk, toch? Dat jullie kweken eigenlijk. Ja, wij moesten. Ik meen dat wij iets van 2000 eieren per maand kochten. Dat kan ik maar. En dat is later, zijn dat de 5000 geworden. Maar zo zijn we begonnen. Toen we begonnen, toen moest ik minimaal 2000 kopen. En ik kon er geloof ik, elke maand moest ik er 800 weggooien. Omdat het toen niet in mijn broedmachines paste. Oké. En anders kreeg ik ook geen contract met de firma Grimaud. En dat zijn daarna dan 5000 per maand geworden. Ja. Maar jullie importeerden jullie eieren toch? Jullie broedeieren, als ik me niet vergis. Ja. Waarom precies? Altijd geïmporteerd. Kijk, de kwaliteit van een dox is afhankelijk natuurlijk hoe het vadertje en het moedertje is. Nou, in Suriname heb je wilkrua. En dat wil zeggen dat die dox die willen niet meer groeien. Het duurt heel lang. Hetzelfde als de huiskip die ze hebben. Die is ook niet in 5 weken kan slachten. En met een kwalitatief goed ei kon je eigenlijk een dox had je in 12 weken. Had je 5 kilo. Maar ik heb begrepen dus dat op een gegeven moment mocht je eieren niet meer importeren. Of er was een probleem. Doxe eieren mochten altijd. Daar hebben we nooit problemen mee gehad. Ook met de jaren dat er vogelgriep was. Hebben wij gewoon doxe eieren kunnen importeren. En het vreemde aan het verhaal is dat een dox gevaarlijker is voor de vogelgriep. Als een kip, want een dox kan drager zijn en een kip niet. Een kip gaat onherroepelijk dood. Dus het zou doxen kunnen hebben naar die vogelgriep, terwijl die dox dat je daar niets aan ziet. Maar wij hebben desondanks altijd de vergunning gekregen van de toenmalige hoofdveterinaire dienst, dokter Rozenblad. Altijd dan met restricties, strengere eisen als de vogelgriep was. Maar we hebben het altijd gekregen om de eieren te importeren. Oké, en nu de hamvraag. Waarom bestaat Doxe Club niet meer? Nou, het belangrijkste is dat in 2016 onze verkoop met 75% terugliep. En dat had te maken met de devaluatie. En dat was de eerste klap toen de euro van 3,35 ging die naar 7 SND doen. Toen konden wij acuut merken dat Doxe vlees was een luxe product. Een niche product, zoals ze dat zeggen. En waar gaan mensen op besparen natuurlijk, op Doxe vlees? Dat je dat niet meer elke week eet. En dat werd beduidend minder. En dat was voor ons de teken van, hé, we moeten wat anders doen. We zijn te veel afhankelijk van één product. Zodoende zijn we toen langzamerhand overgestapt op kip. Althans, dat hebben we willen doen, kip. We zijn deel van de CARICOM en ik heb vaker artikelen langs zien komen dat jullie ook niet konden exporteren in de regio. Hoe zit dat precies? Raar is dat eigenlijk. Ja,
kijk, het is een lange weg geweest om de vergunning te krijgen voor in de CARICOM te exporteren. Wij zijn dat hele traject ingegaan. En we hebben ook niet altijd de hulp gehad van de ministeries. Er zijn vergaderingen geweest in de CARICOM, terwijl onze minister ergens anders was, want die is er niet naartoe gegaan. Dan word je niet vertegenwoordigd. Naarmate, eigenlijk toen minister Welzijn daar kwam te zitten, kregen wij volledige medewerking. Ja, dan gaan we ook mee naar de CARICOM-vergaderingen. En dan zit je daar en dan zie je al die ministers van alle landen. En ja, dan kom je steeds verder. En Trinidad was wel een weigerachtig om zijn eigen markt te beschermen. Mm-hmm. Op de duur kwam dat er toch doorheen. En als je dan ziet dat er in zo'n zaal, in de CARICOM, in Guyana was dat. En daar zitten dan 20, 25, 30 man, 40 man. En dan wordt er op de tafel geslagen, geklapt zeg maar op de tafel, dat uiteindelijk de vergunning rond is. Ja, dat is leuk om mee te maken, moet ik zeggen. En dat heeft jaren geduurd, dat knokken, je moet doorgaan, je moet je erin vastbijten. Wij hebben niet altijd de hulp gehad van ons eigen ministerie, als ik het zo mag zeggen. Dat is jammer. Oké. En ik heb een paar keren voorbij zien langskomen dat u in een rechtszaak op dit moment bent verwikkeld. Kun je daarover wat meer vertellen? Ja, nou ja, ik kan eigenlijk beter zeggen welke rechtszaak. Want ik heb het subtiel gevraagd. Ja, en bedoel, ik heb ook al gemerkt dat ik natuurlijk een heel belangrijk persoon ben in Suriname. Want er is meer over mij geschreven dan wie dan ook sinds het bestaan van de Republiek Suriname. Ik heb de eer dat er al, geloof ik, 10 edities in de krant volle pagina's zijn gestaan. En is nog niet gebeurd bij de Centrale Bank, niet gebeurd bij onze oude staatshoofd Daisy Boutersen, maar wel voor Gerard van den Berg. Dus waarom is dat zo, denk je? Ja, er spelen natuurlijk andere machten. Ik bedoel, degene die dat stuk heeft geschreven, die zal er misschien wel spijt van hebben. Ik bedoel, de smaad en de laster, dat druipt er vanaf. Ja. Van elke bladzijde. En als je nou één artikel had geschreven, had je kunnen zeggen dat was zijn mening. Maar ja, tegen die tijd dat je bij artikel 4 komt, dan heb je een berg tissues nodig, want dan ga je huilen. Dan denk je, wat is hier gebeurd? Ik kan je een voorbeeld aanhalen van smaad en laster, dat je zegt dat is helemaal niet gebaseerd op waarheid. Laat ik zo zeggen, ik wil het eigenlijk andersom draaien. Ik wil eigenlijk zeggen welke dingen er wel zijn gebeurd en wat waarheid is. Nou, die foto's die erin staan, die zijn echt waar. Dat klopt, dat zijn mijn vrouw en ik. Mm-hmm. Dat is wel waar. Kijk, ik heb in Nederland een visement gehad. Dat is ook waar. Dat je dan handelsonbekwaam bent, dat is niet waar. Dat was een geschil, een zakelijk geschil wat ik in Nederland had. En dat is later opgelost, hè? Dat visument is opgeheven. En dat is enorm overdreven. Kijk, wat is smaad? Smaad wil zeggen als je iets gaat zeggen wat waar is, maar geen toegevoegde waarde is. En je zegt het alleen maar om de persoon te beschadigen. Ja. Stel nou dat ik iets wil zeggen over meneer Jansen, en meneer Jansen is een homofiel. Dan zou ik zeggen, ja, maar die homofiel. Nou, dat is smaad. Ja. Dat is niet ter zake. Wij hebben meneer Kirpelani nooit benadeeld. We hebben geen fraude gepleegd. Hij kan ook geen last hebben gehad dat ik privé in staat van faillissement ben gekomen in 2016. Dat heeft daar niets mee te maken. Ik bedoel, het was een bedrijf, een BV, waarvan de eigenaar mijn vrouw was, steeds. Want die was ook eigenaar van de grond. Dus wat heeft het ermee te maken dat ik in privé een faillissement heb gehad? Hij heeft zijn volledige eerste hypotheek gekregen. Hij heeft zijn zekerheden gekregen. Dus maar ja, dat is smaad. En zo staat er nog heel veel in over mij. Wat smaad en laster is. Hè? Laster zijn leugens. Ja. Smaad is waar, maar heeft geen toegevoegde waarde. Ja, dus
Maar eigenlijk, elke ondernemer gaat wel een keertje failliet. Ik ben ook al een paar keer over de kop gegaan in het verleden. Dus ik bedoel, dat hoort gewoon bij het ondernemen. Maar kunt u een beetje dieper op ingaan? Want u heeft net een naam genoemd, meneer Kerpalani. Er is daartegen ook een rechtszaak. Of jullie moeten beide naar de rechter. Ik weet niet wie heeft aangeklaagd. Kan je daarover wat meer kwijt eigenlijk? Zodat de kijker en de luisteraar je beter kan begrijpen. Nou, laat ik het zo zeggen. Meneer Kerpalani heeft natuurlijk... Die wilde met mij niet verder investeren. Mm-hmm. En die wilde mij verplichten om het te verkopen. En hij kwam met een paar kopers op te proppen die daar interesse in zou hebben. En hij zegt, ik ga niet verder investeren. En dat was een zekere Ivan Bos en een Brian. Het waren Canadezen. Wacht even, zij waren altijd met Steve Letwin. Die directeur van IM Gold. Ja. Met hen heb ik ook aan tafel gezeten. Ik ken ze toevallig. Ja. Die zijn bij mij een paar keer geweest. Die let weer natuurlijk met heel het vervolg. De beveiliging erbij. Ja. Ivan Bos erbij. En Ivan Bos die had interesse. Die let in wou het kopen. En daar hebben we gesprekken mee gehad. Ik wilde niet verkopen, maar DJ verplichtte mij om het te verkopen. Want hij ging niet verder investeren. Maar hoe kan hij je verplichten? Was hij dan groot aandeelhouder op een gegeven moment geworden? Nee, hij was geen groot aandeelhouder, had helemaal geen aandelen. Oh. Hij heeft geïnvesteerd, het is een investeringskrediet geweest. Hij zegt gewoon financiering, daar heeft de rechter van gezegd nee. Het is een investeringskrediet geweest. En hij heeft de geldstroom stopgezet, zodat wij de boel niet af konden maken. Oh. Dus je bent met handen en voeten gebonden. De slagruimte was gesloopt. Doxen hadden we niet meer. Die waren onder de kostprijs verkocht. We waren aan het verbouwen. En hij zegt, ja, je moet verkopen. En ik heb hier toevallig nog een mail. Zie ik huur voor me. Nou, die mail is van 2019. En dan zegt hij ook, ik heb met Ivan Bos gesproken. En schijnbaar heb je hem gebeld. Blijf rustig in deze om de deal niet in gevaar te brengen. Ja, ik heb er van mijn zijde vertrouwen in dat zij serieuze kopers zijn. Zo gaat hij natuurlijk door. Later zijn we erachter gekomen dat Ivan Bos helemaal geen koper was. Dat was gewoon een stroomman van meneer Kerpalani. En dat hebben we gezien aan de mails die ik heb gekregen van mijn leveranciers in Nederland. Sturen veel naar mij, waarin Ivan Bos zegt dat meneer Kerpalani degene is hoe zijn de checks. Ja, dat hij alleen de middelman was. Ja, ja. Dus het hele verhaal dat Ivan Bos zou gaan kopen, is gewoon niet waar geweest. Dus op basis van hoe je het hebt verteld, leek het alsof hij eigenlijk via een omweg je bedrijf over wou nemen. Ja, zeer zeker. Oh, dus daarom ben je met een gestrekt been er tegenaan. Ja, dat is natuurlijk niet leuk. En op het laatst, toen bood hij eerst 4 miljoen. Toen werd het 2,5 miljoen. En toen werd het ineens 1 miljoen. En toen hebben wij 9. Euro, dollar of SRD's? Dollar. Oké. Laatste was het 1 miljoen. En toen zei ik nee, dat ga ik. Hij zei, nou, je hebt geen keus, want anders ga ik veilen. Ik zeg, maar waarom ga je veilen? Zeg, je betaalt geen rente en aflossing. Maar vind jij, hoe moet ik rente en aflossing betalen als alles ontmanteld is? Ja. Ja, maar het bedrijf ligt helemaal stil. Heb jij het ontmanteld of heeft hij het laten ontmantelen? Nou, tijdens de verbouwing hebben we de oude slagruimte moeten slopen. We waren aan het bouwen over nieuwe hokken, nieuwe loodsen. Er werd alles opgezet, dus er was geen inkomstenstroom meer. We lagen stil. Er was alleen maar kosten om de verbouwing, de plannen af te maken. En daar heeft hij de stekker uitgetrokken. Oké, dus even voor de duidelijkheid. Dus jullie hebben een plan gemaakt. Oké, hij gaat hier investeren. Oké, dan gaan we dus dit en dit en dit doen. Waardoor je dus helemaal volledig daarop in bent gegaan. En dus halverwege was het van nee, ik stop ermee. Je moet verkopen. Ja, in juni 2019. Hij zegt, ik ga niet verder. Ik wil dat je het gaat verkopen. Dan moet ik wel zeggen, in het begin van de overeenkomst heeft hij aan mij gevraagd, Gerard, wil je het verkopen? Toen zei ik nee.
Ja. Dus ja, als je dan anderhalf of een jaar later aan het verbouwen bent, hij trekt de stekker eruit en hij zegt: ik wil dat je gaat verkopen. Ja, dan roept dat wel een rare smaak op. Ja. Dus het is toevallig dat ik, ja, die naam Ivan Bosch heb ik heel lang niet gehoord. Ik had namelijk, en Brian ken ik ook, een beetje stevige man met een Ja, kalem. kale man. Kalem Ja, man. Canadees. Ja. Steve Gladwin heb ik ook ontmoet. Daar kwam hij altijd met het Zuid-Afrikaanse bodyguards had hij dan. En dan. Ik zei ja, nee, dus dan had hij dus een apparaatje bij zich. En als er iets mis mocht gaan tijdens de vergadering, dan. drukte op een knopje en daar kwam de beveiliging. Ik had echt iets van, we zijn hier als potentiële zakenpartners. Want ze wilden dus ook bij mij in de hennep wilden ze komen. En daar hadden we een hele investeringsdek had ik met ze gemaakt. Ivan is hier geweest met zijn vrouw. Ik heb ze alle informatie van de industrie gegeven. Ik heb alle mails ook nog. Grappig dat je het zegt. En ineens, foets, waren ze weg. Nooit meer wat van gehoord. Niks. En heel veel kosten gemaakt, want ik had iemand laten komen uit Denemarken. Ik had 4 man laten komen uit Nederland. Alleen maar voor deze vergaderingen. En uiteindelijk moest ik met een bekvoltanden naar mijn investeerders gaan waarom ik al deze kosten had gemaakt. En Letwin had niet eens zelf gemeld dat hij niet meer erin zat. Hij heeft gewoon via een boodschap gestuurd van ja, ik ben er niet. Zonder ingegronde reden, nadat ik alle informatie had gegeven. Dus daarom toen je die naam noemde, begonnen alle haren van me. Om overheen te staan. Met de heer Kerpalani zelf heb ik nooit aan tafel gezeten. Dus ik kan niet zeggen dat ik hem ken. Snap je? Dus dat kan ik niet zeggen. Ja, bij mij is dat exact hetzelfde gedaan. Ivan Bos en Steve Letwin zouden gaan kopen en die moesten alle informatie hebben. En het vreemde is, in een vergadering op kantoor bij Vijay Kepelani, toen zei Steve Letwin in de meeting: why you don't buy it before closing? Hè? Dus waarom bouw je op de veiling? En toen zei Vijay: wel even met je praten. Toen liepen we naar het kantoor daarnaast. Ik zeg: Vijay, dat ga je toch niet doen, hè? Hij zei: wat? Ik zeg: uit de veiling komen. Hij zei: nee, doe het niet. Ik zeg: geef me je hand. En hij geeft me zijn hand en ik hou zijn hand vast, expres, want hij wilde hem lostrekken. Ik zeg: Vijay, kijk maar aan. Je geeft me je woord dat je dat niet gaat doen, hè? Nee, hij zegt: dat zou ik nooit doen, Peter. Nou ja, we weten wat zijn woord waard is. Ja, want Niks. hij heeft je wel proberen te veilen, dus dat weet ik wel. Ja. Ik heb dat wel gelezen. Dat ik, Ja. ja. En. En daar is ook een akkefietje mee, hoor, moet ik zeggen, met dat veilen. Wij zijn, toen ik merkte dat het fout ging, zijn wij eerst geweest naar meester Kraag. En ik zei: meneer Kraag, het gaat met mij fout. Ik ben in discussie met Kepelani. Ik wil dat u op gaat treden als mijn raadsman om mijn veiling tegen te houden, want dat gaat niet goed. En ik vertel dat bij mij, en we hadden een soortement raad van commissarissen, wat Pietje wilde. En in die raad van commissarissen, daar zat Sjaam Ganga, dat is de directeur bij Kiplaan. Er zat ook Edward Narendorp. En er zat een dokter Rozenblad. Dus dokter Rozenblad was eigenlijk voor alle plannen die we hadden en verbouwingen en hoe het moest, dat hij daar had verstand van, dat het gebeurde conform de wetgeving in Suriname. En ja, Edward Narendorp is natuurlijk jurist, Sjaam Ganga. En toen zei Edward Narendorp: ik ga wel even praten met de Kraag, want die ken ik uit mijn studie. Goed. Ik word een paar dagen later gebeld door Kraag. En we hebben dat gesprek op de band staan. Ja, meneer Van den Berg met Kraag. Ik moet u zeggen, Narendorp is hier geweest. En ja, die hebben eigenlijk de zaak stopgezet, want hij wil niet hij zegt als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Geeft hij een akkoord om te procederen? Oké. Zeg, ik praat wel met hem. Dus na de hand krijg ik Edward aan de telefoon. Ik zeg: ah, Edward, wat gaan we nou doen? Hij zegt: ja, hij zegt, ik wil niet dat je gaat procederen. Dat moeten we niet doen. Ik zeg: wil je dan dat ik levend geslacht word? Ja, hoezo? Ik zeg: de veiling staat voor de deur. Ik raak alles kwijt. Ja, maar ik wil niet dat. Dat wil ik gewoon niet. Punt. Ik zeg: nou, Edward, dan ga ik jou eens vertellen hoe het zit.
De Raad van Commissarissen bestaat formeel niet. Het is leuk dat het clubje bij elkaar komt en ik wil best jullie adviezen, wil ik opvolgen, maar ik kan ook gewoon zeggen, ik doe wat ik wil. Ik ga wel naar een andere advocaat. Nou, toen ben ik naar Davy Passat gegaan. En dat was kortdag. Echt, dat was kantje boord of het was al geveild. En die heeft nog net op tijd de veiling tegen kunnen houden. Dus dat was mijn dank aan Edward Nuitenborg. Dus je, eigenlijk ben je dus, naar jou zeggen, ook getorpedeerd binnen je eigen organisatie door je Raad van Commissarissen doen? 100%. We hebben een klacht ingediend bij de deken. Ik meen dat dat nog steeds loopt. Meneer Narendorp is wel gehoord. Die was daar ook niet blij mee. Maar het is zoals het is. Kijk, ik merkte al heel snel in Suriname dat het man is man, woord is woord. Dat is niet zo. Helaas. Dat is wel waar. Moet ik ook beamen. Toen hebben wij apparatuur op de telefooncentrale gezet en wij hebben alle gesprekken opgenomen. Dus ik heb nu 40 gigabyte aan telefoongesprekken. Had je van tevoren al die gesprekken al op? Dat is wel slim, ja. Ik had al 2018 ben ik daarmee begonnen. En de meeste gebruik je nooit meer. En ik sta er. Ik heb 12.000 gesprekken uit mijn hoofd. En die kan sorteren op naam, op telefoonnummer, op datum. Ja, dan hebben we ook nog een programmaatje, daar gooien we het gesprek doorheen. En dan maakt hij er een tekst van in PDF. Wow. Wat spreker 1 heeft verteld en spreker 2 heeft verteld. En die hebben wij natuurlijk al gebruikt in de rechtbank. Dat ook de minister natuurlijk heel boos is. En mag hij dat zomaar doen? Wat in de krant staat, dat alleen maar criminele handelingen van mij waren om mensen af te persen. En dat is dan weer lasten. Dat is gewoon niet zo. Wij hebben het gewoon opgenomen. Ja, ook om mezelf te beschermen. Ja. Dat de redding is van de hele procedure. Dat denk ik. Waar loopt die rechtszaak? In Suriname dus, al die tijd? In Suriname, ja. Maar jij zit nu in Nederland. Is het dat je hier zo bedreigd voelt? Of heb je gewoon iets van, je blijft voorlopig in Nederland? Hoe is dat? Ja, kijk, we weten allemaal dat er natuurlijk een grote overval bij mij heeft plaatsgevonden. Ja, ik heb die beelden gezien. Ja, en ik hou wel van visite, maar zo laat in de avond 6 man gewapend, dat is toch niet leuk, moet ik zeggen. Nou kan ik daar redelijk goed mee omgaan, maar mijn vrouw niet. Die heeft daar echt wel klap van gekregen. Die is daar niet blij. Ja, ja. Nou, zij wilde weggaan en nooit meer terugkomen. Ze is toen naar Nederland even gegaan. Ja, dan kom je erachter dat ze al de sieraden, je weet hoe het moet staan, wij nemen gelijk al die sieraden mee. Ik zou zeggen, joh, dat is niet belangrijk. Hè? Het geluk zit niet in een gouden ketting. Mm-hmm. Maar oké, dan nam ze allemaal mee, ik ga niet meer terug. Dus ik heb echt moeten praten met haar. Ik zeg, kom, we gaan terug, we kunnen niet weg. Staat ons bezit, ons pensioen, dat gaat niet. Toen zijn we toch teruggekomen. We hebben 6 hele grote rotweilers gekocht. Nou, ja, eentje mocht er binnen zijn en 5 buiten. Wow. Nou, als mijn vrouw naar het toilet ging, zat die hond ook op het toilet. En dan ging ze naar bed, en sliep die naast het bed en dan zat ze in de woonkamer. En toen ineens merkte ik dat mijn vrouw weer naar buiten deed. Dus ook achter ons huis, hè, waar we een beetje bos hebben, waar ook apen zitten, waar ze nooit dorst te lopen, dan ging ze met die 6 honden naartoe, want niemand die kwam bij haar. Ze waren als de dood voor die bakbeesten. Ja. Dus we denken, nou, we komen er wel weer. En toen krijgen wij de tegenwerking. Ineens van het ministerie. Dat we geen broedeieren meer mochten importeren. Dat is van die kip, toch? Ja. En toen zeiden wij eigenlijk, hoor eens even. Ik heb 12 jaar lang broedeieren geïmporteerd. En 12 jaar lang was de vogelvuur. Waarom nu niet meer? Wat is er veranderd met de jaren daarvoor? Ja. Ja, en dan kom je erachter dat ik denk dat kippenlaag niet wel lange armen hebben. Ik bedoel, er zijn ook brieven is er gestuurd van de president. Waar we een kopie van hebben. Die is ook de rechtszaak ingebracht. Dat hij opdracht geeft aan de minister om ons te accommoderen voor de import van broedeieren,
zolang ze voorzien zijn van een gezondheidscertificaat. En toch doet hij het niet. Welke president? Is dat de vorige of de huidige? Nee, de huidige. Santokki. Oh, dus u heeft wel support gehad van de huidige president op dat gebied? Ja, ik moet zeggen, hij is ook wel bij me thuis geweest. Hè. Zijn we samen zitten eten. Ik heb ook wel ergens anders met hem. Zijn we uit gaan eten. Ik had toch wel altijd een goed contact met hem. Ik kon hem gewoon bellen op zijn mobiele telefoon. En die brief die ik kreeg, nou, daar was ik blij mee. Ik denk, hé, hey, dat is het probleem opgelost. Maar nee, het probleem niet opgelost. En ik kreeg het gewoon niet. En dan komt er een rechtszaak en daar werd iedereen uitgenodigd door de rechtbank. Tot aan de president toe. De minister moest komen, het kabinet van de president moest komen. Hoofdveterinaire dienst moest komen, directeur van LVV. Dat was wel een soap. Iedereen is geweest, behalve, logisch, de president. Hè, want ja. Die wordt, de een wordt verzocht en de ander wordt gevraagd. Die wil komen. En de rechter sprak er schande van. Hoe de minister van LVV met ondernemers omging. Schande. Die werd gewoon boos. En hij doet het gewoon. Hij zegt, ik heb hier een brief van de president. Het hoogste orgaan. Het staat ook in het deelvonnis. En u moet het uitvoeren. Nou, dat recht heb ik om het te weigeren. Hij doet het gewoon niet. Nou, er zou dan een nieuw vonnis komen 2 weken daarna. En dat is nou al haast 1,5 jaar geleden. Wat? En, wauw. Dus eigenlijk de laatste klap die je hebt gehad is op een gegeven moment... Je kon je broedeieren niet meer importeren en daardoor was het afgelopen eigenlijk. Dat was de doodsteek. Ik had geen inkomen meer. Wij lagen vanaf december 2021 lagen we stil. Mm-hmm. We kregen gigantische hoeveelheden eieren, kuikens als bestelling. En we kregen geen importvergunning. We hebben 2 keer eieren toch geïmporteerd. Nou, die zijn aan de haven vastgehouden. Toen is LVV veroordeeld voor een boete te betalen van 2,5 ton euro. Wat? Ze hebben gewoon niet betaald. Ja. Ongelooflijk. Maar het gewoon stuk van de geruchten dat je naar Guyana gaat, is dat ook zo? Of is dat weer gevraagd? Er is inderdaad wel aan mij gevraagd, ook door de CEAG, of dat ik geïnteresseerd was om een project... daar te gaan runnen. En dat was een eigenaar die erin zit, die ook mee zou doen in Suriname. Die eigenaar die heeft eigenlijk besloten om het eerst zelf op te zetten en na de hand de hulp in te roepen van de CEAG. Dus dat is op de lange baan geschoven. Ja. Maar denk je dat je daar het zou willen proberen? Zelf? Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik heb geen vermogen meer. Het geld wat ik heb, dat zou in het ondergoed zitten in Suriname. De waarde, de overwaarde. Mijn wens zou zijn, ik wil het afmaken. Wij hebben ook... Ik weet dat president Santokki is in Nederland. Ik heb hem gisteren nog een keer geappt. Van kunnen we praten voor een restart? Hè? En ik heb een mail liggen. Van de CEAG IDB, dat ze geïnteresseerd zijn om een restart te doen. Ja. Van het hele bedrijf. Maar dan blijf je aan het probleem zitten. Dat kan alleen met hulp van de overheid. Kijk, als de overheid nog ineens kan zorgen dat ik importvergunning krijg. En als ze kan dwingen dat meneer Kirpelani akkoord moet gaan tegen een bedrag tegen finale kwijting. Want hij heeft eerst die hypotheek. Nou, anders komt het nooit rond. Hoeveel heb je nodig voor zo'n doorstart, als ik vragen mag? Nou ja, je moet eigenlijk vragen. Kijk, Kirpelani heeft 3,7 miljoen geïnvesteerd. Dat was al geïnvesteerd in het bedrijf? Ja, 3,7. En toch was het nog niet afgebouwd? Hij heeft eind juli 2019 heeft hij aangeboden $1,2 miljoen bij. Ja? Dus dan zouden we op 5 miljoen zitten. Maar wat in de krant staat, dat het zo aardige meneer was... met 3% rente. Klopt, daar zijn we ook mee begonnen. Maar meneer Ivan Cairo vergeet erbij te vertellen... dat hij eindigde op 14,5% rente. 14,5%? In valuta.
Dus dan zit je op een aflossing van 3,5 miljoen, dan zit je op bijna $40.000 per maand aan aflossing alleen. Pak hier de e-mail erbij. De e-mail is van 25/6/2019. En dan zegt hij, de rente wordt dan 14,5%. De winstdeling, hij wil 50% winst van het bedrijf hebben. De royalties, die gaat naar 75 SED cent per kilo van de kip die we produceren. Let wel, toen was de koers 7 SED voor een euro. Recht van een deel van de productie wil hij 35% van hebben. Van alles wat we produceren. En toen zei ik, ja, ga ik niet doen. Ik bedoel, dat is niet te doen. Dat is geen, nee, dan werk je voor die persoon. Je werkt gewoon om je schulden te betalen. Ja. Dus het staat wel in de krant, ja, we zijn met 3% begonnen. Ja, ja. Zet deze mail er ook bij, die ik hier heb, van 25/6/2019, gestuurd door vjkeerpelani@gmail.com, dus meneer Keerpelani zelf, en dan een kopietje natuurlijk naar Edward Narendorp, de advocaat, naar Sjaam Ganga, de directeur, Eugène Diran. Denk ik, ja, jongens, dit is een wurgcontract. Daar heb ik mee op gezegd. En toen zegt hij, als het niet verkoopt, dan ga ik veilen. Dus dat was geen. Maar in ieder geval, als wij toen die tijd inderdaad 5 miljoen, dan het was natuurlijk gigantisch groot. Hè? Ik heb mails, heb ik hierbij, dat de directeur van Keerpelani zegt, Gerard, dat wordt het groot uit. Gigantisch. We hebben een mail liggen van de aannemer van meneer Keerpelani, dat hij is komen inspecteren. En dan zegt hij ook, hij zegt, ik had het nooit voor dat geld kunnen bouwen. Hij geeft de verklaring aan meneer Keerpelani en aan de directeur van Keerpelani aan. Van joh, die Gerard, die heeft niet elke SD omgedraaid, die heeft elk dubbeltje omgedraaid. Oh, dus eigenlijk is hij juist goed omgegaan met de middelen. Dat zei hij. En na de hand krijg je natuurlijk een rapport te zien dat dat niet zo is. Maar dat het allemaal, die andere verhalen, die zijn gekomen nadat hij niet meer mocht veilen. Toen had ik zogenaamd gestolen. Dat zou ik niet hebben gedaan. Maar wat zou de capaciteit eigenlijk zijn van zo'n operatie dan? Wanneer jullie eenmaal alles hadden afgerond? Of als jullie dat hadden gedaan? Ja, u bedoelt de omzet van de kippen? Ja, dus hoeveel kippen per dag of iets? Wat was het? Zo'n grote operatie. Oké, wij hadden een slaglijn die zeg maar capaciteit kon hebben van 6.000 kippen per uur in kipdelen. Per uur? We zouden eerst beginnen met, ik meen, 2.500, 3.000. En dan zou er één machine bij moeten komen. En dan zouden we hem kunnen verdubbelen. Dat was natuurlijk gigantisch. We hadden een vriezer laten bouwen. Die was 25 meter lang. En die was 12 meter diep. En die was 4,5 meter hoog. Een vriezer, zo groot. En zo groot. Er konden 160.000 kippen in. Maar dat was het niet voor de lokale markt alleen dus. Nee, wij wilden ook export doen. Wij zagen de handel in de kipdelen. En vooral voor de export in de Caricom-landen. Kijk, ik zeg altijd concurrenten, maar mijn collega's, die dachten, Van den Berg gaat de kip onder de kostprijs verkopen. Die gaat ons kapot maken. Ja. En dat hebben wij een paar keer gezegd. Dat is niet waar. Wij zouden wel de markt gaan verdelen. Kijk, wat heeft het nou voor zin als bijvoorbeeld een Serrano Google of SP, die geen machines hebben om de kip automatisch in kipdelen te snijden, dat ze dat allemaal handmatig moeten doen. En ik zou wel zo'n machine hebben, dan ga je het werk verdelen. Dan ga je zeggen, joh, doe jullie mijn hele kippen en dan neem je van mij de kipdelen af. Ja. Tegen gewoon een concurrerende prijs. Hè? Dan help je elkaar. Het heeft geen zin dat mijn bedrijf groter zou worden en een SP of een Serrano Google zou de nek omdraaien. Ik heb Peter van Dijk al een paar keer gebeld. Van, joh, Peter, kunnen we niet beter samen gaan werken? Hij is van Serrano Google, toch? Ja, hij is van Serrano Google. Dus ik heb nooit de intentie gehad. En zo is een Nederlander ook niet om
een ander zijn nek om te draaien. Je gaat het verdelen. Ja. Dat iedereen er wijzer van wordt. En dat zouden wij doen. Hoe lang loopt intussen je rechtszaak al? Die hoofdrechtszaak tegen Kirpalani, als ik vraag me. Ja, eind 2019, begin 2020. Toen was de eerste rechtszaak over de veiling. En dat is een bodemzaak geworden. En zie je dat er binnenkort een oplossing in komt, of denk je dat het nog een hele tijd gaat duren voordat jullie eruit komen? Ik denk dat er. Het gezegde is. Sommige mensen hebben more money than brains. Denk dat je daar een keer Kirpalani bij kan zetten. Al kost het hem nog 500.000 euro of 1 miljoen euro. Hij vindt dat zijn goede naam is aangetast, dus je kan met hem niet meer praten. Dus, maar u staat wel open voor, hey, weet je wat, we zijn al zover. Laat het gewoon afronden, want die Friesen zijn alle staten nog, als ik me niet vergis, toch? Nee, we hebben de vriezers zijn ontmanteld Oh. en die zijn verkocht. Oké. Maar dus, Kijk. het heeft ook geen zin meer om met elkaar aan tafel te zitten. Dus het vertrouwen is totaal Ja, weg. wel. Nou ja, met z'n tweeën, laat ik het zo zeggen. De CEAF, voor maar eens googelen, de CEAF, die werkt veel met IDB. CEAF, SEAF. Die komt veel in Suriname om projecten op te starten. En die willen nog steeds een restart doen. Steaf heb ook al gemaild naar meneer Kirpalani van om een afspraak te maken of ze hem uit kunnen kopen. Oh. Ja, en in eerste instantie heb ik dat gevraagd en toen kregen we geen antwoord van Kirpalani. En toen kregen we een brief dus terug dat niemand dat gaat doen. Laat hij maar met mij contact opnemen, kregen we als advocaat. Dus de Steaf stuurt een brief naar zijn advocaat. Die krijgt er ook gewoon geen antwoord op. Dus Hij dreineerde alles. er zelf aangeboden om hem uit te kopen, met andere woorden, weet je, dan nemen zij die zaak over. Maar het is nu eigenlijk meer een persoonlijk iets geworden, naar hetgeen wat u vertelt. Voordat ik naar Nederland ben gegaan, dat is in mei 2021, 2 maanden daarvoor hadden ze in feite een afspraak om bij elkaar te komen. De datum stond vast. Eén Engelsman was al in ons land gekomen, omdat het weekend de vluchten voor zaten. Dus die datum die is eerder gekomen. En de groot-eigenaar, de groot-directeur van de CEAG, dat is de heer Bert van der Vaart, die zou zondag komen. En toen hoorden we vrijdagmiddag dat de afspraak niet doorging, terwijl er al iemand uit het buitenland was. In Suriname om met Kirpalani te praten. En wij kregen die vrijdag acuut een stuk van de rechtbank van meneer Kirpalani van 130 pagina's, die beslag wilde leggen op alle roerende goederen. Kijk, meneer Kirpalani wilde tegen de CEAF zeggen: joh, ik heb eerst hypotheek, maar ik ben ook eigenaar van alle spullen. Dus van de berg kan je eraf schoppen, die kan alleen met mij zaken doen. En dat was voor ons de drempel dat ik zei: ik ga hier niet op wachten. He, op dit moment heeft hij eerst de hypotheek. Wij kunnen weggaan, ik kan spullen verkopen. Er is geen verbod op. Maar als er een vonnis is, dan is er wel een verbod op. Ja. En we wisten niet hoe het vonnis af zou lopen. En dat was voor ons, dat ik tegen de CEAG zeg: dan heeft verder praten geen zin. Ik neem het zekere voor het onzekere. Ik ga weg. En toen zijn wij binnen 2 weken zijn we weggegaan voordat het vonnis kwam. Is er intussen aan een vonnis? Nou, dat vonnis is wel gekomen. Mhm. Hij heeft dus gevraagd dat hij beslag kon leggen op alle roerende goederen. En dan zie je tweestrijdigheid vaak van vonnis. Een jaar geleden had hij beslag gelegd op de vriescellen. En op de broedmachines. En dat besluit is vernietigd door de rechtbank, omdat hij eerst de hypotheek had. Een jaar later gaat hij het weer vragen, maar dan komt er een andere rechter. En die hebt het, en dat is dit vonnis, wel toegewezen.
Dus hij heeft dat vonnis, mocht hij met die nieuwe rechten van exact dezelfde vraag, mocht hij het wel doen. Oh, dus hij heeft eigenlijk al die vriezellen en zo verkocht. Nee, Oh. want ik was al weg. Dus hij kon niks, nergens beslag op leggen. Ah, op die fiets. Oké, duidelijke taal. En is het niet gewoon een idee om dan een nieuwe NV op te zetten en dan in plaats van een doorstart gewoon opnieuw iets te zetten? Want ze weten toch wat je capaciteiten zijn intussen. Gewoon luid op denken. Kijk, ja, oké. Kijk, ik heb een mail van de bank en die zeggen gewoon: wij willen zaken doen in Suriname, maar wij hebben geen zin om meneer Kirpelani tegen de haren in te strijken, dat hij zoveel macht heeft. Dat zegt de bank. En wie heeft die brief? En die heb ik. Die mail heb ik. Wauw. Staat in de mail. Dus we hebben altijd geprobeerd. Kijk, de terreinen, daar staan de gebouwen op. Die infrastructuur is er. Tuurlijk, er zal nu het gras hoog zijn en de bomen zijn omgewaaid, maar in feite staat daar wat ik nodig heb. Ja. Dus het zou een kwestie worden van, joh, meneer Vijay Kepelani, hoeveel wil je nou hebben tegen het finale kwijt? Dan zal hij geen 3,7 krijgen hoe het er nu bij staat. En dan zegt de CEO en de bank, oké, dan gaan wij verder investeren. Maar die eerste hypotheek moet afgerond worden. En hoeveel is dat, als ik vragen mag? 3,7, maar ja, dat Oh, hij gaan wil ze dat niet gewoon hebben, die betalen. 3,7 wil je hebben. Dat denk ik, ja. Maar dat gaat hij niet krijgen. Waarom niet? Dat gaat hij nooit krijgen. Ja, omdat het heden ten dagen moeilijk is om waarde te bepalen op 3,7. Dat is veel geld, hè? 3,7 miljoen. Ja, het is 3,7 miljoen meer dan wat ik nu heb. Dus ik kan me voorstellen dat het heel veel geld is. Nee, maar ik bedoel. Maar dus die CAF, hoe heet het? CAF? Zeker. CAF. Zij vinden het dus ook het geld niet waard om dat te betalen. Nee, zoals het er nu bij staat, nee. En ik denk dat Kepelani ook moet begrijpen dat het zo zijn eigen schuld is dat het zo ver is gekomen. Hij heeft hoog spel gespeeld. Hij heeft geprobeerd mij uit te kopen voor een habbekrans. Hij denkt, dan ga ik het veilen. Nou, dat heb je allemaal verloren. En daar staat hij. Hij was te hebberig. Hij heeft 4 miljoen geboden. Toen hebben we handjes gegeven, brassas gegeven en elkaar gefeliciteerd. En dat werd binnen 2 maanden werd al 2,5 miljoen. Toen zei ik nog tegen die directeur van Kepelani die erbij was, Sjaam Ganga. Ik zei, nou, ik ben benieuwd wat deze handjes schudden en brassas waard zijn. Ik zei het nog tegen hem. Ja. Ik zei, want we hebben het 2 maanden geleden gaan voor 4 miljoen. En zijn woord is niet zoveel waard. En dan zegt Sjaam Ganga op de band: Gerard, het is nou rond. Je moet het vertrouwen, het is verkocht. Je bent klaar. En dat gaat dadelijk in de bodemzaak allemaal naar voren komen. Alle gesprekken die we hebben. Maar hoe is het je gelukt om al deze gesprekken op te nemen? Wat? Opnemen? Had je een videorecorder bij of zijn het Nee, telefoongesprekken? dat is tegenwoordig. Het gaat per computer gewoon. Oh. Gaat gewoon. Heb je een programma voor? En iedereen die belt in de telefooncentrale wordt opgenomen. Ook Oh. mijn telefoon. Alles wordt opgenomen. Oké, na de podcast kan je me even dit programma toesturen hoor, want het is best wel handig, heb ik gezien, om die gesprekken op te nemen. Nee, maar je weet, maar nooit qua rechtszaken en zo. Want ik bedoel, als je, kijk, naar jou zeggen heb je alle e-mails en de telefoongesprekken. Dus eigenlijk ook heel netjes van je dat je het niet allemaal hebt gepubliceerd, mocht je die werkelijk, snap je? Dus ik bedoel, want de meeste mensen zouden het gewoon in de ether hebben gegooid van, kijk, dit heeft hij gezegd, dit heeft hij gezegd. Nee, ik heb er wel aan lopen denken nu met het stuk wat in de kranten heb gestaan. Hè. Ik denk, joh, Kiplani, wil je nou echt dat ik dat allemaal laat horen? Ik bedoel, ik heb honderden gesprekken. Moet ik ze nou allemaal in de eten gooien en dan zien wie nou de gentleman is en wie nou het boefje is? Moet dat nou? En dan denk ik, ja, zo ben ik niet. Ja. Ik blijf toch nog altijd. Ja, dat is niet mijn niveau. Het stuk wat hij in de krant heeft laten schrijven, is ook niet mijn
Ja, dus het stuk in de krant is niet je niveau, zeg je. Ik bedoel, Nee. Maar als ik zo luister, is het bijna onmogelijk om een doorstaat te maken? Dat denk ik ook, ja. Kijk, de rechtszaak gaat lopen, die loopt. Er komt een keer een vonnis. Ik bedoel, het zal niet even gedurend zo blijven staan, mijn terrein. En dan heb jij ook een schadeclaim ingediend? Die wordt binnenkort ingediend. Wij hebben een advocaat erbij toegevoegd. We hadden eerst alleen meneer Meijnans. Mm-hmm. En er is er nou eentje bij toegevoegd. Om die dagvaarding in orde te maken. En het concept heb ik al gezien. En die wordt nou snel ingediend. Ja. Maar bij zo'n schadeclaim is dat dan dat je kan zeggen van vanwege, dus je hebt al die tijd inkomsten moeten derven. Dus je gaat me dan 48 maanden maal 20 gulden moeten betalen. Omdat je met al deze problemen hebt veroorzaakt. Dus eigenlijk kan met een beetje extra pech kan Kerpelani behalve zijn geld niet krijgen. Jou ook nog een hele bom moeten betalen. Eigenlijk. Zo erg is het aan. Ja, kijk, er zijn eigenlijk twee partijen. Hè. We hebben natuurlijk meneer Kerpelani. Die mij eerst 4 miljoen heeft geboden. En daarna 2,5, daarna 1 miljoen. Mm-hmm. En eigenlijk door hem stond mijn bedrijf stil. En na de hand hebben we natuurlijk het ministerie van LVV die mij de importvergunning niet gaf, terwijl dat wel moest van de rechtbank. Wij kunnen natuurlijk niet bewijzen dat minister Sildien dat heb gedaan in opdracht van Kerpelani. Nee, maar dus je moet zo ook gescheiden houden, die twee. Dus er worden allebei weer eens aangepakt. Dus eentje dus wordt dus een rechtszaak tegen de staat. Ja, die heeft de doodsteek gegeven. Nou, David heeft tegen Goliath moeten vechten, maar jij gaat tegen Goliath en zijn broertje moeten gaan, heb ik gezien. Ik laat het ook niet los. En ja. Ik kan het ook niet loslaten. Ik bedoel, ik kom er altijd wel, ik verdien altijd wel mijn geld. Ja. En het was vroeger zeggen was het een boterhammetje met kaas en nu is het een boterhammetje met pindakaas. Ik bedoel, ik laat mijn leven niet vergallen door het probleem wat ik heb met Kerpelani. Dat was best wel moeilijk, hè, want toen we in Suriname zaten, elke dag kwam er een deurwaarder. En alle stukken die per deurwaarder kwamen, die ook per post en per e-mail had kunnen doen, want alles kwam per deurwaarder. Dat deed hij dan ook nog eens een keer via de WhatsApp, maar ook naar mijn vrouw via de WhatsApp. Dus hij was bezig met een psychologische oorlogvoering. Maar hij persoonlijk of iemand die voor hem werkt? Nou ja, de mensen zijn directiesecretaresse, Shyam Ganga. Dus ze moesten van hem het ook naar mij in mijn WhatsApp sturen, maar ook naar mijn vrouw in de WhatsApp. En dan wordt, psychisch wordt dat zwaar. Nou, ik heb daar makkelijk afscheid van genomen. Mm-hmm. En op een gegeven moment heb ik natuurlijk WhatsApp de berichten voor mijn vrouw geblokkeerd. Want dat vond zij niet leuk. Mm-hmm. Je moet het leven nemen zoals het is. Ik bedoel, ik ben nou 63 jaar. Ik ga echt niet met pijn in mijn hart zitten omdat ik dat hele grote huis met zwembad nou kwijt ben. Ja. Vindt die leuk, maar het geluk ligt niet in het zwembad. Nee, het was een mooi huisje, want ik heb toevallig de camerabeelden gezien bij die inbraak. Volgens mij heb je eentje nog in hun gezicht geschoten, als ik me niet vergis. Of eentje die zijn hoofd zette bij de deur. Ja, klopt ook, ja. Ja, is die persoon, hebben ze die jongens gepakt die hebben gepoogd om jullie te roven trouwens? Even sideline. Nou, oké, sideline. De politie was er overdreven snel. Heel snel. Okay. Ik weet niet hoe dat kan, maar die waren er heel snel bij. Reken op de Libanonweg hoor. Nou reken maar, dat is een slechte weg. Mm-hmm. 5 kilometer, maar oké, ze waren er heel snel. En wij hebben toen aangeboden om, we hebben eerst de filmpjes afgegeven. Nou, tot 4 keer toe, die was niet aangekomen, ze konden niet open, de bestanden waren beschadigd, ze hadden de filmpjes. We hebben aangeboden dat we $15.000 wilden uitlopen voor een beloning voor informatie. Daar wilde de politie niet aan meewerken. We vroegen, joh, er staat een mast op ons terrein, vraag aan Telesuur op, wie er nou s'avonds zoveel heeft lopen bellen op die tijd. Ja. Nee, dat gaan we niet doen.
Controleer nou eens de kogels die uit mijn wapen komen, of die in dat lichaam zitten van die doden die je hebt gevonden en de twee mensen die uitgeleverd waren uit Frans-Guyana. Want die zijn de nacht van de schietpartij, de volgende ochtend waren ze opgenomen met schotwonden. Oh, nee, er zijn meerdere geraakt. Ja, ik ben vier kogels, was ik kwijt, dus er waren vier kogels in drie lichamen. En eentje had het niet gehaald, had ik begrepen. Ja. En maar, ik dacht, met een jachtgeweer was dat je hem had geraakt. Nou, dat is het punt. Ik had geen jachtgeweer. En, ik bedoel, als je iemand schiet met een jachtgeweer, weet je hoe dat gezicht er dan uitziet? Raf. Ja, maar ik dacht door die deur dan misschien, dat het wat minder power. Ik heb nog nooit iemand door gewoon de deur geschoten. Het is gewoon een 9 mm. Ja. En dan klopt die verwonding aan het hoofd wel. Hè? Van, die foto heb in de krant gestaan, die hebben wij niet afgedrukt in het filmpje. Want dat vonden we te. Later is gezegd, nee, hij is niet van ons. Hij is door een jachtgeweer geschoten. Maar de verwondingen waren niet van een jachtgeweer. Want dan schiet je de achterkant van zijn hoofd helemaal open. Ja, ja, ja. En de twee die zijn uitgeleverd uit Frans-Guyana, die zijn vrijgelaten omdat ze zich beroepen op hun zwijgrecht. Heb je dat wel eens meegemaakt in Suriname? Nee, meestal krijg je een pak rammen dat je toch gaat praten. Dus zwijgerig is hier niet zo makkelijk als in Nederland. Case closed. Ja. Case closed. Ja, 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 ja. Hier krijg je heel zwijgerig, jongen. Ja. Je gaat tikken krijgen van alle kanten. Maar goed. Oh, wat ben je nu van plan? Want ik heb nog maar 5 minuutjes. Wat wil je nu bereiken eigenlijk? Nou ja, ik hoop nog steeds dat er een vonnis komt. Dat we het af kunnen maken. Mm-hmm. Want dat kan ook. Hè? Het vonnis kan dadelijk ook zo zijn dat Nick Kippelani gewoon mij schadeloos moet stellen. En samen met LVV. Dat kan. Ja. Oké, dan. Als dat niet te lang duurt, dan ga ik het afmaken. En tot die tijd blijf je in Nederland. Wat moet ik nou doen? Wat moet ik doen in Suriname? Waarvan moet ik leven? Nee, ja, ja, mensen rennen eerder het land uit. Dus ik vind het al dapper dat je zo graag naar Suriname wil komen. Je moet zeggen, het is, ik vind het een mooi land. Ik vind het, ja, ik vind echt jammer dat het zo is. Het was een mooi project wat we hadden. Ja. Het Kippie-project. De plannen waren goed, de ideeën waren goed. Ik begrijp het niet. Ik kan me voorstellen dat je zwaar gefrustreerd. Ik kan me op zijn minst voorstellen. Ik heb ook een zware klap gehad. Niet op deze manier. Zware klap gehad toen met het hennep gebeuren. Zoveel potentie. We hebben 30 man naar huis moeten sturen. Ik neem aan dat je ook heel veel mensen hebt moeten ontslaan. Door deze grap. Dus veel mensen zijn hun werk ook kwijtgeraakt. En jullie waren op Kommerwijn, als ik me niet vergis. Nee, we zaten Lelydorp. Op Lelydorp. Bij Para. Okay. Maar ja, we hadden een hele grote kreden gekocht in Nederland. Mm. Die kostte haast 100.000 euro. Yeah. En wij deden 3 keer in de week, gingen wij de hele Libanon wegrevelen. Ja, dus de hele buurt had er wat aan natuurlijk. De hele buurt was een mooie strakke weg. Die konden met 50 kilometer per uur overheen razen. Ja, ja. Dat deden wij 3 keer per week. Snap je, dus het is zonde eigenlijk. Ik kan me wel indenken, want ik heb ook, volgens mij nog geen, als ik kijk naar foto's van mezelf van 2 jaar geleden, dan woog ik bijna 60 kilo. 17 kilo minder dan nu. Dus het heeft me ook een hele zware tik gegeven. Dat moet ik je eerlijk zeggen. Hele zware tik. Maar toch, ja. Probeerde ik ook. Ik heb het losgelaten en het is niet anders. En het geluk zit er niet in dat huis met een zwembad op. Nee. Een mooie grote auto of het, als hij mij iedereen recht in de ogen aan kan kijken. En voordat wij weggingen, hebben wij iedereen in Suriname, behalve Kippelani, hebben wij iedereen betaald. Ja. Ja? Ik weet zeker, als ik nu naar lease trading bijvoorbeeld zou bellen. Hm. En dan zeg ik, joh, er is een vriend van mij die heeft iets nodig. Dat kost $100. Kijk, geven, ik maak het geld over. Ik weet zeker dat ze het gewoon geven. Dus je hebt wel nog hele goede herinneringen aan de vrienden van Suriname en al die mensen die nog hier kent en alles. Behalve dus die nare ervaring. Ja. Behalve die nare ervaring. En sommige mensen wilden het stuk wat in de krant heb gestaan geloven. En dat is naarmate wat minder geworden. Dus ze hebben wel geprobeerd
met die 10 artikelen om mij te beschadigen. Om te zeggen dat ik een boefje ben en een crimineeltje. En money laundering en witwassen. En ik was nog erger als wie dan ook. Ondervind je daarvan wel last als iemand je nu googelt? Dat zei je voor je wel zaken doen en ze checken het, dat je dan dat dit soort dingetjes opkomen. Nee, ja, ik heb daar nee, ik heb daar niet zo last van. Gelukkig in Nederland, moet ik zeggen. Nee, maar als je goed gaat zoeken, kijk, er zijn een hoop Gerard van den Bergen. Als je goed gaat zoeken, dan tuurlijk kan je wat vinden. Ja. Maar de mensen die mij kennen, die geloven dat. Ik bedoel, money laundering. Ja. Maar, is er nog een boodschap? Laat eens eerlijk zijn, hè? Ja. Luisteraar, laat eerlijk zijn. Als ik aan money laundering had gedaan, dan had ik toch nooit het geld van Kerpelani nodig om de boel te verbouwen. Duidelijk. Ja, duidelijk. Want dan je gaat ook geen mensen erbij halen als je die koek niet hoeft te verdelen. Ik bedoel, als zakenman is dat niet realistisch. Dan ga je eigenlijk, zou je eerder je geld investeren in steen. Want het geld kan je niet kwijt bij de bank. Dus je koopt dan elke keer gewoon wat stenen met het geld dat je illegaal hebt verdiend. En dan heb je je onroerend goed. En dat is dan blijvend. En dan ben je klaar. Dus eigenlijk zou het de beste manier zijn als je het zelf had gebouwd. Dus dat is gewoon voor het zakelijk opzicht. De goede kenner en die het lezen, die zeggen ja, dat is niet logisch. Nee. Voor mij zou het niet logisch zijn, want ik zou direct steen kopen. Dat is wat ik zou doen. Dan ga ik geen rente, hypotheek afsluiten voor 14% rente. Is er nog een boodschap die we meegeven? Ik moet afronden, ik word al de hele tijd gewenkt. Nee, ik dankjewel dat je de tijd gaf in in dit programma. En ja, wie weet komt er nog een keer een vervolg. Dus sowieso ga ik deze zaak op de voet volgen. Vooral hoe je net bepaalde namen hebt genoemd, ben ik nog wat meer geïnteresseerd geraakt in die zaak vanwege mijn privé dingetjes. Ik hoop dat het allemaal goed afloopt en dat iedereen weer naar de rut kan, als weer naar de rut kan komen, eerlijk gezegd. En wie weet tot de volgende keer. Thanks, hè. Goed. Ik word Thanks, Dave. Hey, ciao, check. Dankjewel. Bye. Bye. Dankjewel dat jullie hebben gekeken naar het programma. En als jullie hebben genoten, ga alsjeblieft naar onze YouTube-channel. Share, subscribe, like die tory. We zijn op Facebook. We hebben onze eigen website nu. www.thedavepodcast.com. Mocht het zijn dat je wil opgeven, omdat je verhaal wil doen, dan kan je daar opgeven. En tot de volgende keer. DVA, baby. Let's talk.